Doordat ik hier zit, ben ik in oude recensies en dingen gaan. Want ik zocht naar een scène, die gaan we straks even doen, een stukje doen. Maar toen kwam ik recensies tegen ook. En we hadden een voorstelling gemaakt met Rufus Collins, Fences. Fences is in 2016 door Denzel Washington en Viola Davis opnieuw op toneel gezet. En ze hebben het ook verfilmd. We hebben het in 89 of zo gespeeld. Hier in de Bali, in de grotere zaal. En toen stond er bij een van de recensies, de enige die dat taalgebruik een Surinaamse klank heeft gegeven, is Helen Kamperveen. Maar dat kwam misschien omdat ik niet op de toneelschool had gezeten. Want als je naar de toneelschool ging, werd meteen dat hele accent eruit geramd. En moest je... Ik ging naar een paar leerlingen van me kijken die hier op de toneelschool zaten. En daarna vroeg ik aan ze, wat is met jullie keel aan de hand? Toen zeiden ze, we moeten die R zo zeggen. Daniel is op een gegeven moment van school gegaan, omdat hij ook vroegtijdig ontdekt werd. En ik dacht, wat vind ik nou zo goed eraan? Dat het zo authentiek is. Dat hij gewoon een zwarte jongen is. Met zijn taalgebruik, in zijn beweging, in alles. En natuurlijk, op een gegeven moment moet je misschien een Brabander spelen. Ik vraag me af of je dat zou moeten doen. Maar, of een, weet ik veel, any role. Maar any role kan dus ook in het leven een zwarte persoon zijn die die rol speelt. Dus ik heb er veel over nagedacht. Want in mijn tijd was het echt zo van, je moest op een bepaalde manier leren praten. Je moest niet te emotioneel, niet met je armen, niet met je handen. Je ziet, ze gaan alle kanten op bij mij. Dat hoort een beetje bij ons. Dus dat allemaal wegslaan heeft soms een negatief effect op de authenticiteit. En ik ben er echt mee bezig van, moet je niet gewoon vooral blijven zoals je bent. En dan, ik bedoel, een zwarte chirurg praat ook anders dan een witte chirurg, denk ik. Dus waarom zouden we te veel eruit rammen wat erin zit? Daar begin ik de laatste tijd steeds mee. Ik heb altijd gedacht dat het moest, hoor. Nee, je moet Shakespeare en je moet Engels. En ik weet het niet. En heeft u ook het gevoel dat er op een bepaald moment dingen uit u geramd zijn? Nee, want ik ben dus niet naar school gegaan. Want ik begon te laat. Ik mocht er niet eens meer op die school. Ik heb het in de praktijk geleerd. Ik ben gewoon in diepe gegooid. Zo van, ga jij maar spelen. Er zaten 300 mensen. En theatergezelschappen deden ze dat dus niet? Nee. 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 Ik heb gewoon altijd gespeeld. Ja, wat dat betreft is het goed gegaan. En nee, er is niets uitgeramd wat in me zat. Misschien heb ik het wel af en toe geprobeerd, hoor, om er ook bij te horen. Zelf? Vast wel. maar nu niet meer. Ja, als je bijvoorbeeld een zin ziet van, en die zin, vandaag hadden we het laatst horen. Zegt Roos in het script, zegt ze, waar is hij? En wij als Surinamer zeggen nooit, waar is hij? Waar is hij dan? Kom op nou, zeg dan nou wat je bedoelt. We zouden gewoon zeggen, zeg wat je bedoelt. Of waar is hij? Waar is hij? En ik vroeg Helen van, hoe heb je deze zin gezegd? En toen zei ze, ik zei gewoon, waar is hij? en toen dacht ik, klop. En dat heb ik ook meegemaakt. Als ik naar de regisseur zou gaan en ik zou zeggen van, hey meneer, ik zeg meestal niet waar is hij. Ik zou zeggen, waar is hij? Vind je het goed als ik waar is hij zeg? Gaat hij tegen me zeggen, nee, zeg wat daar staat. Maar als ik het gewoon doe en hij het ziet, dan gaat hij zien van, oh nee, klopt, dit is veel beter. Maar dus wij moeten het ook laten zien. Ja. En doordat we het doen, dan zien ze wat de verandering is. En hoe het eruit moet zien. In plaats van dat we gaan vragen van, hey. En hoe ben je tot deze constatering gekomen? Welke ervaring had je dan dat je dat eerst... Ik zat ook echt heel lang met, moet ik niet een Nederlands accent, moet ik mijn accent niet loslaten, ik moet wat meer Brabants gaan checken of zo. ik moet even proberen als... Heb je? Maar toen dacht ik, nee, ik ga dit gewoon loslaten. Ik ga gewoon mezelf zijn en ik ga gewoon een deel van mezelf elke keer uitvergroten. En ik vond sowieso dat we nog niet alle zwarte accenten hebben gehoord, of in het theater of in films. Dus in mijn hoofd ben ik al een soort één van die accenten. Er zijn nog
er zijn nog verdiepingen daarin. Net als hoe als je in Nederland reist van het noorden naar het zuiden. Er wordt dat ook in Suriname en in Afrika. Snap je waar we gewoon het verandert. En ik heb dat nog niet gezien hier in Nederland. En het is echt een gat in de markt. Dus Benny en ik zijn bezig. Hey boy.